Goedenavond. Ecstasy moet legaal worden. Dat vinden de jongere partijen van D66 en VVD. In Den Haag staan de moederpartijen lijnrecht tegenover elkaar, maar de jongerengarde is het erover eens. Ecstasy moet uit het illegale circuit, want alleen zo voorkom je dat er doden vallen, zoals dit weekend bij het Amsterdam Dance Event. In Den Haag ging het vandaag over het testen van drugs op festivals. Dat gaat voor hen allebei nog niet ver genoeg. Nee, het is wel een kleine stap in de goede richting als dat weer zou gebeuren. Maar de Jonge Democraten vinden als je werkelijk het probleem wil aanpakken, dan moet je legaliseren en reguleren. Ja, de JOVD vindt dat alle drugs, bijna alle drugs gelegaliseerd moet worden. Dus alle softdrugs en bijna alle harddrugs. Want ik denk dat dat de oplossing is voor dit probleem. Dus eigenlijk zijn jullie het hartstikke eens? Ja, op dit vlak kunnen we het goed met elkaar vinden. En dat is in Den Haag wel anders. D66 is bijvoorbeeld groot voorstander van het drugstesten op festivals. De VVD tegenstander. Daar kunnen ze het al niet over eens worden. Dan is legaliseren van ecstasy helemaal een stap te ver. Voor ons is het een hele logische stap. We proberen nu al decennia te verbieden, te verbannen. Maar het werkt niet. Er wordt nog steeds ontzettend veel gebruikt. En de enige manier, je kunt dat niet voorkomen, mensen blijven gebruiken. De enige manier om te zorgen dat er minder problemen ontstaan, dat dit soort incidenten zoals afgelopen weekend niet meer gebeuren, is zorgen dat je reguleert uit het illegale circuit. Controle erop, dat is de beste stap. Zij zijn het dan wel eens. In Den Haag zijn ze dat nog lang niet. En dus zal ecstasy voorlopig nog wel illegaal blijven. Maar illegaal of niet, voor gebruikers is het hartstikke simpel om aan hun pilletjes te komen. Ik heb zelf een dealer die... Die ken ik al een hele tijd en die is heel betrouwbaar. Die gebruikt het zelf ook. Lotte, dat is niet haar echte naam, slikt ongeveer elke 3 maanden ecstasy. Dat doet ze eigenlijk alleen als ze naar dancefestivals gaat. Bij die muziek hoort drugs. Tenminste, dat is van vele mensen de opvatting. Dat je met z'n allen aan het dansen bent. Je hebt allemaal meestal wel wat gebruikt. En het is, dat creëert een sfeer. Een dancefeest waar niemand drugs gebruikt, kan ze zich niet voorstellen. En zij ook niet. Legaliseren dus die handel. Maar ze hebben nog wel een lange weg te gaan. We hopen dat in ieder geval het maatschappelijke debat ook door recente ontwikkelingen gevoerd gaat worden. En dat de VVD daarin het JOVD-standpunt gaat volgen.